De Rijnhal was vandaag de locatie voor het voetbaltoernooi Voetbalmasters. Dit voetbalevenement voor jongens en meisjes van 7 tot en met 12 jaar is onder andere een initiatief van de organisatie Jeugdland. Wethouder Gerry Elfrink trapte vanochtend het toernooi voor de bijna 50 deelnemende teams af. Meneer Elfrink, vandaag voetbaltoernooi in de Rijnhal. Wat vindt u ervan? Ja, het is heel erg mooi. Allemaal kinderen hier vandaag lekker aan het voetbal. En het is ook wel belangrijk in die zin dat je ook in de finale terecht kan komen van de regio. En als je die wint kun je ook weer naar de landelijke finale in Amsterdam. Maar winnen is niet het belangrijkste. Het belangrijkste is dat de kinderen hier vandaag een mooie dag hebben. Het is ook belangrijk dat de kinderen in beweging komen. Ja, natuurlijk is dat belangrijk. Niet alleen omdat het leuk is. Kinderen kunnen hun energie kwijt. Maar ook omdat je via voetbal, als je dat op een goede manier doet met elkaar, leert omgaan met verlies. Je leert samen spelen. Je leert elkaars fouten goed maken. En dat terwijl je allemaal plezier hebt. Nou, dat zijn allemaal dingen waar je in je latere leven heel veel aan kan hebben. Welke rol heeft de gemeente in dit voetbaltoernooi? Wij helpen ook dit mee organiseren, maar wij doen dat niet alleen. Jeugdland is heel belangrijk hierin. Vitesse betrokken helpt mee. De Arnhemse Voetbalfederatie, dus dat is de vereniging van alle voetbalverenigingen in Arnhem. Die helpt hier aan mee. En zo zijn er nog veel meer allemaal sponsors. Dus eigenlijk de hele stad Arnhem. Die zorgt ervoor dat het hier vandaag mogelijk is. Een belangrijk iets wat hier vandaag gebeurt. Ja, vind ik wel. En voor de kinderen heel erg leuk. Dus daar doen we het voor. Harriet, vandaag voetbalmasters in de Rijnhal. Wat is dat precies? Het voetbalmasters is eigenlijk het grootste stedelijke toernooi van Arnhem. Voor kinderen van 7 tot met 12 jaar. Doen de jongens en meisjes mee? Gaat het gemixt of hoe werkt dat? Ja, jongens en meiden. We hebben teams met alleen maar meiden die in de jongenscompetitie spelen. We hebben teams met jongens en meiden. Dus iedereen speelt door elkaar heen. Wat is jouw rol precies van vandaag? Ik ben de coördinator van vandaag. Wat doet de coördinator? Nou, zorgen dat alles goed verloopt. Ik zag net de wethouder heeft het startsein gegeven. Ja, nou ja, goed, wethouder van sport, hè, die moet hier natuurlijk zijn. En het is hartstikke mooi dat hij ons steunt. Jeugdland ook steunt, dus dat past hier natuurlijk uitstekend. En het gaat niet om winnen, het gaat gewoon om het doen, hè? Het gaat gewoon om het doen en kijk, we hebben de leukste prijs. De kaartje voor Vitesse geven wij aan de sportiefste teams en niet aan de winnaars van vandaag. Dus sportief, lekker voetballen is het belangrijkste doel van vandaag.